Mensen kennis laten maken met Caribische smaken en de Caribische keuken op de kaart zetten. Dat is de missie van Zenaida Willems. In Almere heeft Zenaida een bedrijf dat heet Tasty Explosion. En over Tasty Explosion gesproken, Zenaida, achter jou staan er allerlei ingrediënten. Kun je vertellen wat dat is? Ja, zeker. Goedemiddag. Ik heb hier pistache taart. Ja. Een slice, kan je zien. Piña colada. Zelfgemaakt. Tamarindesap. Wortelcake. En ik heb een aantal diepvriesproducten. Ja. Kaasbal. Dit noemen wij kala. Dat is gemaakt van black eyed beans. En ik heb natuurlijk, wat heel veel mensen wel kennen, de Antilliaanse pasteitje. Nou, ik ken ze niet. Is dat iets echt uit dat gebied, die pasteitjes? Heeft dat een bijzondere smaak bijvoorbeeld? Nou, het heeft echt een heerlijke smaak. Het wordt gevuld met tonijn, kip, rundvlees, kaas. Ja, ik heb ook vegetarische variant. Dus, ja. Heel veel dingen. Ja, dus dat zijn ingrediënten en dat zijn inderdaad al de pasteitjes. Als een voorbeeld van de Caribische keuken. Noem nog eens wat. Wat is nou typisch Antilliaans of Caribisch eten? Nou, typisch Antilliaans eten bijvoorbeeld is pisca cufunchi. Dat is eigenlijk vis met funchi. Funchi is net als polenta, de Italiaanse polenta. Het is een soort brei van maismeel. Je kookt het, je laat het koud worden en dan ga je het snijden in blokjes. Dat eten we dus met saus en met vis en met gebakken bakbananen. Nou, dat klinkt allemaal heel erg lekker. Maar zeker. Ik kan me voorstellen, Zenaida, dat het best wel lastig is om Nederlanders kennis te maken met die Caribische keuken. Hoe doe jij dat? Klopt. Daarom ben ik in 2017 begonnen in Almere hier een cateringbedrijf. Maar ik specialiseer me meer in de Caribische snacks en Caribische taarten. Eigenlijk wou ik ook eten doen, maar dat wordt dan te veel, want ik werk alleen. Dus dan bied ik dus pasteitjes, kaasbal, bitterbal, lumpia, kala, soesjes. Dus heel veel Caribische snacks en taarten. Cashewnotentaart, pistache, pruimentaart, kokostaart, ananastaart, piña colada, wortel. Oh, heerlijk, heerlijk. Te veel om op te noemen. Maar hoe zorg je ervoor dan dat mensen die smaken leren kennen? Ga je dan door de stad om mensen te laten proeven? Of is het toch maar afwachten dat mensen naar jou toe komen? Nee. Mensen kunnen bij mij bestellen. Ik maak wel reclame op Facebook bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, mensen vertellen anderen. Maar het is toch niet voldoende. Ik wil toch meer aandacht voor de Antilliaanse keuken. Maar wie komen er bij jou? Wie zijn vooral je klanten tot nu toe? Heel veel Antillianen. Dat is leuk, maar ik wil ook meer Nederlanders. Ik heb ook Marokkaanse klanten, Surinaamse klanten. Maar ik wil echt meer de Nederlandse klanten. Hoe ga je dat aanpakken? Dat ze kunnen proeven. Sorry? Hoe ga je dat aanpakken? Nou, zoals nu. Om meer aandacht te vragen. Ja, dat is een slimme manier. Heel slim. Ja. En de afgelopen maanden was denk ik wel een moeilijke periode voor jou. Hè? We zitten nu nog steeds middenin, maar het is minder erg dan dat het geweest is. Ja, want eigenlijk mensen geven dan minder feestjes natuurlijk, of wel heel klein. Maar als onderneming word je ook creatief. Dan ga je kijken naar andere mogelijkheden. Wat ik dus heb gedaan was, ik begon met kleine taarten te maken. Normaal kan je bij mij bestellen grotere taarten, maar ik ben begonnen toen met kleine taarten. Voor 10 personen, 12 personen. Ja. En ook diepvriesproducten. Dat mensen kunnen bestellen en thuis gewoon zelf afbakken. En werkte dat ook goed? Ja. Mensen vinden het prima, want normaal als je bestelt, dan is er een minimum aantal. Ja, je kan niet komen zeggen, je wil graag 10 pasteitjes. Als je bestelt en ik moet het voor je maken, dan is het minimum bijvoorbeeld van 25 stuks. Maar als ik het maak en je kan het kopen en thuis afbakken, dan krijg je vanuit de diepvries. En dan kan je wel een kleinere aantal nemen. En in 2017 vertelde je net, ben je begonnen met het opzetten van dit bedrijf. Waar kwam dat idee vandaan? Nou, ik moet zeggen, sinds ik 6 jaar was, ben ik begonnen met koken samen met mijn moeder.
met mijn grootmoeder in de keuken. En ik heb altijd een passie gehad voor koken, voor lekker eten. En het, in het bijzonder het Caribisch eten, want daar ben ik mee opgegroeid. Mm-hmm. Dus ik begon thuis zelf te bakken en langzamerhand vrienden, kennissen die gingen bij mij bestellen, proeven. Ze vonden het lekker en zo ben ik doorgegaan. En kan je nou in Almere makkelijk aan al die ingrediënten komen die je nodig hebt? Ja, ja. Hier kan ik alles vinden wat ik nodig heb. En als ik bijvoorbeeld iets hier niet kan vinden, dan kan ik nog naar Amsterdam. Dan vind je echt alles. En wat is nou uiteindelijk de droom voor jouw bedrijf? Mijn droom uiteindelijk is om diepvriesproducten, Caribische diepvriesproducten, op de markt te kunnen zetten. Dat mensen zelf thuis dit kunnen afbakken. Of diepvriestaarten die ze kunnen kopen en thuis gebruiken dan. En diepvriessnacks die ze kunnen kopen en zelf thuis bakken. Maar je wilt dus echt een merk worden eigenlijk? Ik wil echt een merk worden, ja. Ja, dat is uiteindelijk mijn droom. En gaat dat lukken? Ik heb alle vertrouwen in. Soms is de weg lang. Maar we zetten door. Nou, je blijft in ieder geval positief. Dat is goed om te horen, Sanaida. En ja, als ik al die lekkere gerechten zie achter jou... en we zien ook wat foto's van heerlijke taarten bijvoorbeeld... krijg ik echt enorme trek. Jammer dat je hier niet bent. Het zit er ook allemaal... want dat valt me ook op, als ik dat nog even mag zeggen, Sanaida. Het ziet er allemaal zo feestelijk uit ook. Het is allemaal met mooie kleuren. Ja. Ja, precies, precies. Maar dat is de staat wat mensen bestellen, wordt dus echt eigenlijk op maat gemaakt voor hun, wat ze willen. Maar dat hoort dus ook echt bij die Caribische gerechten? Dat hoort ook bij de Caribische gerechten. Er zit best veel werk in, denk ik, om zo'n mooie taart te maken. Heel veel werk. En ik moet zeggen, ik doe alles met de hand. Dus, en ook met heel veel liefde. Ontzettend bedankt. En het water loopt ons in de mond. Jammer dat je helemaal in Almere zit in de keuken. Maar we hebben een mooi voorproefje gekregen. Sanaida Willems van Tasty Explosion in Almere. Dank je wel.